Hey, vandaag ga ik je wat meer vertellen over de penselen die ik op dit moment veel gebruik. Hiervoor je zie je eigenlijk mijn favorieten die ik de laatste tijd erg veel gebruik. Het zijn allemaal penselen van Loveness. Het zijn een aantal totaal verschillende penselen die ik gebruik voor nail art of om kunstnagels te maken. Ik krijg hier heel vaak vragen over welke penselen ik gebruik en vooral wat ik gebruik om de acryl aan te brengen. Die ga ik zo meteen ook laten zien. Ook heb ik een favoriet glitterpenseel. Ik laat het penseeltje zien wat ik gebruik om de acrylbloemetjes te maken. Kortom, een aantal favoriete penselen van mij die echt onmisbaar zijn. Sowieso vind ik het echt ontzettend belangrijk om gewoon goed materiaal te hebben, om goede penselen te hebben. Ik ben al jaren nagelstylist, ik heb al heel veel verschillende penselen gebruikt. En het is gewoon echt belangrijk om goed materiaal te hebben. Het is echt wel belangrijk als je voor bepaalde technieken ook echt de goede penselen hebt. Het scheelt gewoon een hoop frustratie en het is gewoon fijn als je meteen aan de slag kan met de goede producten. Ik heb hier dus een aantal penselen liggen. Het zijn allemaal penselen van Loveness. En dat zie je hier dus ook aan de achterkant van het penseel. Daar staat overal Loveness. Nu moet ik zeggen, dit zijn nog de oudere varianten. En inmiddels zijn er nieuwe gekomen. En daar staat ook op wat voor type penseel het is. Dus dat is wel ontzettend handig. Nu kan ik hier wel heel gemakkelijk het verschil tussen zien. Maar bijvoorbeeld de acrylpenselen. Dit zijn twee acrylpenselen die ik heel graag gebruik. En dit is nummer 10 en nummer 12. Nou ja, als je ze naast elkaar houdt, zie je wel natuurlijk verschil. Maar het is wel handig dat het er nu dus gewoon op staat. Je kan straks gewoon precies zien welke penselen je hebt. En ook deze penseeltjes, het zijn gewoon twee hele kleine penseeltjes voor nail art. Ook daar staan nu gewoon de namen op. Dus alle nieuwe penselen, daar staat het nu dus op. Dus ja, dat vind ik wel ontzettend handig. Maar goed, ik ga ze nu even één voor één behandelen. Je zag hier net al de acrylpenselen. Nou, dit zijn mijn twee favorieten. De kleinste is nummer 10 en de grotere is nummer 12. Ja, ik vind ze allebei fijn. Ik gebruik meestal nummer 10. Dat is dus deze, die is ietsje kleiner. En die gebruik ik eigenlijk bij al mijn klantjes. Als ik een klant heb met wat grotere of wat langere nagels, dan gebruik ik ook graag nummer 12. Ze zijn eigenlijk precies hetzelfde. Ja, deze staat een klein beetje uit elkaar. Maar als ik die gewoon in de acrylvloeistof doe, dan zit er weer een mooi puntje aan. Hij is heel erg fijn, hij is wat dikker. Ja, ik vind dit echt heel erg fijn om de acryl mee aan te brengen. Dus werk jij met acryl, dan is dit misschien ook echt wel iets voor jou. Ik krijg heel vaak vragen over welke acrylpenselen ik gebruik. En de afgelopen maanden zijn dat dus echt deze penselen geweest. Dus mocht je nog op zoek zijn naar fijne penselen, dan zijn dit echt wel aanraders. Dus dat is acrylbrush 10 en nummer 12. Dan heb ik hier nog twee kleinere penseeltjes. En dat zijn de nail art penselen. Dit is nummer 0 en nummer 3 of 4. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Maar goed, als je in de webshop kijkt van Loveness, daar vind je alle penselen met duidelijke foto's erbij. Dus dan weet je precies welke je moet hebben. Maar deze kun je dus heel makkelijk gebruiken om fijne lijntjes te maken voor een nail art. Deze kun je gebruiken met een acrylverf, met allerlei soorten verf. Maar je kan het ook gebruiken met een paint gel om mooie designs te maken. Ook leuk om fijne designs te maken met een paint gel en daarna dus een sugaring poeder eroverheen te doen. Dus dan krijg je echt een heel leuk effect. Maar deze zijn gewoon heel mooi, zit een heel strak puntje aan. Dus deze zijn super fijn om te gebruiken. Dan heb ik dit penseel. Dit ziet er een beetje raar uit. En ik moet eerlijk bekennen dat ik dit penseel pas sinds een aantal weken of maanden ken. Ik heb het ook nooit eerder gebruikt. Het is een comb brush, dus een kam brush, een kam penseel. En je ziet ook dat die haartjes hier een beetje gek zijn. Het zijn kortere en langere haartjes. En deze kun je dus heel goed gebruiken voor een ombre. Ik heb laatst toevallig ook een ombre cursus gedaan of een workshop. En daar kon ik dus dit penseel heel goed voor gebruiken. En hiermee kun je dus verschillende gel polishes door elkaar mengen. Dus dan kun je twee kleurtjes naar elkaar toe trekken. En daarmee krijg je dus een ombre effect. Ik gebruik hem niet veel, maar hij is wel heel erg handig. En het is echt een uniek penseel, vind ik. Want je ziet hem eigenlijk niet vaak. Dus mocht jij gek zijn op ombres met gel polish, dan kun je dit penseel er echt heel goed voor gebruiken. Dan heb ik hier nog een acrylpenseeltje. Dit is een kleinere met een beetje een puntje. Dit is volgens mij acrylbrush nummer 4. En deze gebruik ik om de acrylbloemetjes te maken. Je hebt die acrylbloemetjes al vaker voorbij kunnen zien komen op mijn Instagram. Daar heb ik al veel foto's geplaatst en ik heb ze de laatste tijd heel veel gemaakt. En die maak ik dus met dit penseeltje. Het is een heel klein penseeltje, wel stevig. En hiermee kun je dus heel makkelijk de kleine bolletjes acryl oppakken en daarmee bloemetjes maken. Dus dit is ook echt een aanrader als jij acrylbloemetjes wil gaan maken. En ook daarvoor heb je echt een goed penseel nodig. Ik heb dat ook wel eens geprobeerd met andere penseeltjes en toen lukte het niet. Dus je hebt daar echt een goed penseel voor nodig. Ja, en deze is echt onmisbaar voor mij.
Tot slot heb ik dit penseeltje. Deze heb je al regelmatig voorbij zien komen in filmpjes de afgelopen tijd. En dit is de Glitter Brush. Deze gebruik ik om glitters en pigmenten aan te brengen. Hij is zacht. Hij is niet zo fluffy als die andere fluffy penselen die ik wel eens gebruikte. Maar hiermee kun je echt heel precies de glittertjes en de pigmenten aanbrengen. Ik vind deze echt super fijn. En eigenlijk gebruik ik deze altijd. Zeker als je een ombre wil maken. Dus als je vanuit de nagelriem wil beginnen en je wilt de glitters een beetje mooi verdelen. Ja, deze is gewoon echt perfect. Dus dit is de Glitter Brush. En ja, dit is eigenlijk een van mijn favorieten. Dus deze en de acryl brush, die gebruik ik eigenlijk het allermeest. Ja, en wat mij betreft zijn die echt onmisbaar. Je ziet ook hier echt wel een hoop glitters zitten. Je ziet dat die echt wel veel gebruikt is. Ik hoop dat het zo een beetje handig was voor jullie. Dat je een beetje weet welke penselen ik dus het meest gebruik. De penselen die ik nu dus heb laten zien zijn allemaal van Loveness. En verkrijgbaar via bibisnaildesign.com. Ik zal de link van de webshop onder deze video zetten. Naast deze penselen hebben ze nog veel meer andere penselen. Ze hebben natuurlijk ook heel veel gelpenselen. Maar ik gebruik zelf niet zo vaak gel. Ik maak meer nagels met acryl. Vandaar dat ik dus de acryl brushes gebruik. Ik heb ook de gelpenselen. Die kun je ook gebruiken om een paintgel aan te brengen. Of om een gel polish mooi strak langs de randjes aan te brengen. En verder zijn er ook heel veel dotting tools en andere penselen. En volgens mij komen er ook nog steeds weer nieuwe aan. Je kan ze in ieder geval allemaal vinden in de webshop met een beschrijving en duidelijke foto's. Ik ben natuurlijk ook heel benieuwd welke penselen jij altijd gebruikt voor de kunstnagels of voor nail art. Laat het even weten bij de reacties hieronder. Ik ben altijd heel benieuwd en ik ben altijd op zoek naar fijne, mooie penselen. Ik hoop dat je deze video leuk vond en dat het een beetje handig was. Als je de video leuk vond, doe dan vooral weer even je duimpje omhoog. Ik wil je ook heel erg bedanken voor het kijken en ik zie je graag snel weer.